you dirty dog. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en ik ben vandaag, of vanavond moet ik zeggen, alleen. Sergio die is met Jesse Silver naar Tilburg, lekker naar zijn moeder en 's avonds met vrienden afgesproken. Ik heb vandaag gewerkt en ik ben weer lekker 2 weekjes vrij. En deze avond dus ook, helemaal alleen. En ik heb alweer gestofzuigd, ga zo even wat eten maken. En ik heb iets binnengekregen wat ik heb besteld naar aanleiding van een Insta-story of een IGTV moet ik eigenlijk zeggen, van Monica Geuze. Want zij maakte reclame voor 10 Revel. En dat is dus eigenlijk een pocket tanning spray. En dat leek mij wel leuk. Zo ziet hij eruit. Leek me ook heel handig. En ik was er heel benieuwd naar. Ik moet hem eerst even 2 uur opladen voordat we hem kunnen gaan vullen en gebruiken. Het is ook de bedoeling dat je huid helemaal schoon is voordat je het gebruikt. Dus ik ga hem eerst even op de oplader zetten. Waarschijnlijk ook nog even sporten voordat ik dat allemaal ga doen. Maar dan ga ik het jullie natuurlijk eventjes laten zien en ook wat het resultaat ervan is. Daarnaast is ook nog een pakketje binnengekomen. Die stond voor de deur. En ik denk dat dat mijn droogbloemen zijn. Wij zijn namelijk niet zo heel erg goed in het onderhouden van bloemen, terwijl ik het wel heel leuk vind staan. En toen kwam ik die tegen. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik bestel het gewoon en ik ga even kijken wat ik ervan vind. Dus ik ga hem openen. Ik hou van felle kleuren. Oké. Dat ziet er wel cutejes uit. Nou is natuurlijk weer de kunst om het ook leuk in een vaas te krijgen. Dus ik ga eens even kijken of mij dat lukt. Maar deze gaan in ieder geval een hele tijd mee. Ja, het is dus belangrijk dat ze niet te veel in de zon staan, want je moet ze ook geen water geven. En je moet ook uitkijken dat je er niet te veel tegenaan stoot. Nu heb ik hem natuurlijk wel op een risky plek gezet, aangezien we ook nog Jesse Silver hebben die overal aan zit. We gaan even kijken dus of die hier blijft staan en anders zal ik hem toch ergens wat hoger moeten zetten. Maar voor nu vind ik hem er schattig bij staan. Zo, ik heb lekker even een half uurtje geskillerd. Ik heb die rollerskates natuurlijk gekocht, maar ze zijn toch wel een beetje te groot. Dus ik denk dat ik ze terug ga sturen. Ik durf het dan toch niet aan, zeker niet in mijn eentje, om dan naar buiten te gaan. Dus ik heb lekker mijn skillers weer aangetrokken en een half uurtje gaan rijden. Nu ben ik thuis, ik heb lekker gedoucht, ik heb mijn gezicht gereinigd, een scrubje eroverheen gedaan. En dan kunnen we de tanning spray gaan proberen. Het is 10 Revel. En als het goed is moet ik hem openmaken. En daar het spul in doen. Dus dat gaan we even doen. Het zit erin. Er staat: please shake the machine lightly several times before using. If there's air between the spray nozzle and the liquid storage tank, the spray mist cannot be produced. Light shaking removes the air. Then move the sliding cap downward to activate. Nou,
Ik ben begonnen ongeveer 10 à 15 centimeter van je af. Na een minuutje stopt hij vanzelf. Ik kan hem 1 à 2 minuten doen, maar laten we maar eerst beginnen met 1. Oké, hij is gestopt. Nou, dit is de before. Ik ben benieuwd naar straks. Het is een beetje jammer dat dadelijk natuurlijk ook een stuk donkerder is. Ongeveer een uur zou het dan zijn effect moeten hebben. We wachten het af. Zo, nou, we zijn een uurtje verder. Volgens mij heb ik wel een kleurtje gekregen. Ik moet zeggen dat op de foto komt het wat minder over. Maar als ik het zo zie, denk ik, nou. En dit was dan na 1 keer. Toch wat een net wat natuurlijkere tint. Niet te oranje. Ben benieuwd of het Sergio opvalt als hij thuis komt. Is trouwens nog de vraag of hij vanavond nog terug gaat rijden of dat hij daar blijft slapen. Maar ik zit lekker te chillen op de bank. Even lekker niks. Dag lief, dat is. Het is vandaag heel vroeg. Als je kunt zien, ik heb nog niet echt hele slaperige ogen. Ik ga zo meteen werken. En, maar vandaag, vandaag gaan we met iets beginnen. En ik zal even vertellen dat ik heb een nichtje in Italië en die doet sinds kort producten verkopen voor Herbalife. En die vroeg of ik wat producten wilde proberen. En of we dat natuurlijk willen laten zien in de vlog. Dus dat gaan we doen. Dat is wel geen probleem. Ik heb gehoord dat René heeft wat ervaring met producten. Ze kende iemand die dat verkocht. Hij zegt ja, het is best lekker allemaal. Ik ken het allemaal nog niet. Dus dit is het pakketje wat we hebben gehad. Herbalife Nutrition. En de bedoeling is dus dat we 6 dagen lang 1 shake als ontbijtje pakken. En het ontbijtje zit vol met vitamine en mineralen en proteïne. En we hebben dan ook nog 8, volgens mij zijn het soort van die afvaltabletjes. Omdat er cafeïne en dergelijke in zit, ga je dus zo'n sneller verbranden, denk ik. En heb je minder hongergevoel. Dus we pakken eerst een pilletje, dan shakey. En dat doen we 6 dagen lang. En dan moet ik straks nog eventjes mijn omvang meten. Te kijken of dat er wat af is. En, ik ben heel erg moe, dus ik ga lekker naar werk. Oh, man. En René gaat straks gaat het opnemen. En ik denk ik morgen, want morgen heb ik late dienst, dus dan komt dat wat beter uit. Oké, ik ga even wakker worden, jongens, want dit is later. Een hele goede morgen. Nou, als het goed is, heeft Sergio al een intro gemaakt. We gaan vandaag even de Herbalife Nutrition uitproberen. Nu hebben we helaas geen sojamelk of iets in huis of gewone melk. Dus we gaan het met een beetje kwark doen. En ik ga dat mixen met water, want anders hebben we natuurlijk niet echt een shake. Dus ik ga het een beetje op gevoel doen, want er staat 250 milliliter koude halfvolle melk of lactosevrije shake. Nee. Dus ik ga het een beetje met de Franse mark mixen. Franse mark? Franse kwark mixen. En ook het pilletje, die gaan we innemen. Dus ik doe het eerst een beetje water erin, een beetje voor dat maken,
spinnetje erin. Je zou er op een andere vorm moeten zorgen dat we minder honger krijgen. En dit gaat dus ons ontbijt zijn. Nou, cheers! Ik had beter een klein beetje water aan de onderkant kunnen laten zitten, want nu blijft hij nog een heel klein beetje achter. Dus voor de volgende keer, maar... lekker! We hebben nu gewoon vanille in smaak, maar er zijn nog heel veel meer smaakjes te verkrijgen. Wat we ook gaan doen is onze omtrek meten. En dat gaan we dan natuurlijk na deze sessie nog een keer doen. En dan gaan we eens even kijken hoeveel er vanaf is gegaan. Nou, deze kleine vent die gaat naar de crash. Ik ga toch maar de roller skates terugsturen, want ze zijn gewoon, zoals ik al eerder heb gezegd, een beetje te groot. En dan, ja, dan rijd ik er toch niet prettig op. Dus verloop toch maar even de skiers aan. Dan ga ik nog even wat brood halen. En ik ga vandaag met mijn moeder als cadeautje... voor haar gaan we lekker naar een lichaamscrub. En ik ga ook nog mijn nageltjes doen. Ja, het is mommy day vandaag. Mommy day. Hi. Hi. En een wegwerp onderbroek. Zo, we zijn weer thuis. Was het lekker, helemaal? Heerlijk was het. Ja, ik ga gelijk een nieuwe afspraak maken. Ja. Was, over een maandje. Ja, was een half uurtje. En het hele lichaam werd helemaal gescrubt. En daarna werden we ook een beetje gemasseerd ertussendoor. En toen werden we daarna onder de douche gezet. In een lekkere warme douche. Dat was ook wel het handigst als je natuurlijk heel je lichaam onder de scrub zit. En we zijn weer heerlijk zacht. Nou, zijn we daarna eigenlijk over de, wat was het? De Fahrenheitstraat? Ja, eigenlijk over de Fahrenheitstraat gaan lopen. En toen kwam ik ook bij Ricky Mode uit. Volgens mij Elise, die werkt daar normaal gesproken ook. En ik had al gezien dat zij af en toe op haar Insta-story wat kleding laat zien. Nou, en we waren er ook weg van. Dan heb ik een hele tas vol. Dit is van de Hunkemuller. Allemaal leuke kleding. Oh. Maar dat laat ik wel zien als ik thuis ben. En aangezien het nu lekker een beauty dagje is, ga ik dadelijk onder de zonnebank bij mijn moeder. Gaan we lekker eten. Dan wordt een lunch gemaakt. Door mijn moeder. Dan ga ik nog even trainen als ik daar nog tijd voor heb. En dan ga ik naar de nageltjes. En mijn moeder is ook geslaagd. Ja, ik was ook geslaagd. Kijken. Hartstikke leuk. Ja. Helemaal leuk. Oh, ik zie dat de batterij ook nog bijna liggen. Doei. Wow. Ik heb het allemaal gered, hè? Het is ongelooflijk. Ik ben lekker zonnebankt, zoals je kan zien. Maar ik heb daarna ook nog gesport een half uur. Daar heb ik meer dan 300 calorieën mee verbrand. Dat had even de watch van mijn moeder aangedaan. Dus dat kon ik toch mooi zien. Daar is ook nog die rode kop van. En nu ben ik dus aan het lopen naar degene die mijn nagels gaat doen. Dat is altijd al een hele tijd Tamara geweest. Maar op een gegeven moment was ik het zat en ben ik weer naar mijn eigen nageltjes laten doen. Naar mijn eigen nageltjes gegaan. Om te herstellen. Maar nu vind ik het toch wel weer heel erg leuk om het toch weer op te pakken. En dan is dicht bij mijn moeder, maar het regent pijpensteen. Niet normaal. Het is niet koud of zo. Het is alleen zo nat. Nou, ik hoop dat ik jullie zo nog het resultaat kan laten zien. Maar zoals ik net al zei, de batterij is bijna leeg. Ja, twee.
Goedemorgen. Vandaag is dag 2 dat we bezig zijn met de Herbalife. En ik heb ook inmiddels honger, maar het is dan ook al 10:45. Ja, we hebben uitgeslapen vandaag. We hebben een beetje uitgeslapen. En Jesse is snel naar de crash gebracht. Ik ben dagje vrij. Hij moet nog werken. Maar we gaan even lekker een tweede shake maken en we moeten nog opmeten. Ja. Ik had het gisteren ook al gedaan, maar Sergio is het vergeten. Even omtrek van mijn buik op navelhoogte. Gaan we eens even kijken. Ontspannen. Oh. Ja, ik had hem. Ja, je had hem. Ontspannen is zeg maar 92. Ja, 92. Ik vind het goed. En ik was, als het goed is, rond de 85. Dus daar mogen ook nog wel wat centimeters vanaf. Dus we hebben een glas water nodig. Een pilletje. En dan een shake. Met een beetje fruit. En kwark. En dan hebben we weer ontbijt en lunch in één gehad. Ja. There we go. Graag. Kleurtje. Dat is een pilletje. Voedingssupplementen met vitamine C, groene thee en yerba mate. Dat moet natuurlijk wel ruimen. Bevat cafeïne, niet aanbevolen voor kinderen en zwangere vrouwen. Nou, wat ik nu wel doe in plaats van wat ik gisteren niet heb gedaan, is toch nog een beetje een laagje water alvast van tevoren erin. Zodat de shake ook beter mengt. Ja, het shakey. Ik doe er perzikje in. Zakje hier erin. En zo'n 150 gram kwark. En dan eventjes op de Magic Bullet. En it's ready. Oh, dan maar even lekker op het voorbalkon gaan zitten. Niet zoveel zon als een paar uur geleden. Want hij vertrekt zeg maar zo daar. En dan komt hij aan de achterkant weer uit. Proost. Moet wel zeggen, die spullen zijn echt lekker. Volgens mij hebben ze ook eentje met appelkaneel. Appelkaneel? Die is echt heel lekker. Ja. Smaakjes heel mooi goed, hè? Bo zit op de achtergrond even te humpen. Is het weer zover? Een morning hump. Dry humping Mo. Oh, we hebben hem gestoord. Ja. Ja. Het is minder jij, op z'n oude dag. Heb jij een leuk pakje, ja. Thank you. Ik zal ze zo even laten zien. Wat heb ik gisteren nog niet gedaan. En wat ik nog niet heb laten zien. Aan mijn nieuwe nails. Want hij was leeg gisteren. Sexy, fancy, elegant, elegant style. Ik vind dat ze altijd gelijk een vrouwelijke hand. Ja. Het is zo. Oh, mama. Okay. You want to check on my feet? Ik denk dat ik dadelijk ook maar eventjes mijn teennageltjes ga lakken. Vind ik het plan. Ja. En ik zal zo even de kleding laten zien die ik gekocht heb bij Ricky Mode. Ja, jij bent goed geslaagd. Echt heel leuk. Ja. En dat ene pakje vond ik ook wel iets voor mij. Ja, dat roze pakje. Ja. Van Hunkemel. Dat is fluweel zachte... Grappie. Snap ik. Zitten we hier toch eigenlijk een beetje... Oh, sorry. Cheers. Proost. Het is toch een beetje een Efteling scene hier gewoon, hè? Oh, morgen! Sportief. How was Haneva? Sportief, als ja. Hij helemaal van beneden komt. Lekker met de trap. Zo. Doen wij er niet aan. Oh. Of toch wel. Grappig, hè? Ja, dat denk ik grappig. Nou, ik heb zojuist een workout gedaan van een uur. Ik zweette me helemaal kapot. Maar het voelt dan toch wel weer goed als ik het heb gedaan. Ik zou dan rond de 600 à 700 calorieën hebben verbrand. Dus dat is dan toch weer fijn, hè? Zoals beloofd,
zou ik jullie nog even de kleding laten zien die ik gisteren gekocht heb. En laten we beginnen met dit outfitje. Ik vind hem zo leuk. Zo'n leuk kleurtje. Het is ook een broekje. Ook prettig voor als je op de fiets zit. Dat het niet helemaal een inkijk heeft. Dus hier ben ik sowieso heel blij mee. Dan heb ik hier nog een heel leuk t-shirtje. Met mouwvulling erin. Schoudervulling moet ik eigenlijk zeggen. Ik vond hem ook heel schattig. Daarnaast dit truitje. Hele open lange mouwen. En de achterkant is ook open. Beetje een bohemian feel geeft het. Ook heel apart. Deze heb ik niet gekocht, maar wel van mijn moeder gekregen. Want ze vond hem toch niet zo leuk staan bij zichzelf. Ik denk dat jullie inmiddels wel weten dat ik wel van die broekpakken hou. Jumpsuits. En wat hier apart aan is, is dit is de voorkant. Zat ook erg leuk. Ook heb ik een hele mooie jurk gekocht. Een lange. Mooie knoopjes eraan. Die staat gewoon heel schattig. Ook heel blij mee. En ik had ook nog een strak spijkerboek gekocht. Volgens mij hebben jullie die misschien nog gezien, dat ik die nog aan had gisteren. En een grijs t-shirt met een plaatje erop met een beetje paars tinten. Vond ik ook heel erg leuk. Dus ik ben weer goed geslaagd. Was bij Ricky Mode in de Vaarheidstraat. Dus mocht je nog op zoek zijn naar inspiratie, ga lekker daar naartoe, zou ik zeggen. Ik ben ondertussen weer bezig met mijn lunch te maken. Oh, dan ben ik gelijk heel donker. Ik ga brood roosteren. Zaans volkoren brood. Dat schijnt tot nu toe, wat ik heb gezien, de minste calorieën ook te hebben. En ik heb lekker een tonijnsaladetje gemaakt. Of ja, een tonijn, mayo, fruitig dingetje. Voor er bovenop. Dus dat is heel lekker. En die ga ik lekker buiten oppeuzelen. Want het zonnetje schijnt op het balkon. En dan ga ik ook nog eventjes mijn teennageltjes lakken met deze. Aangezien ik nog steeds vrij ben. En Jesse Silver gewoon naar de crash is. En Sergio aan het werk. Dus ik maak er gewoon lekker een nee-dagen van. Heerlijk. Ik hoop dat ik nog ergens aceton heb. Ik was ineens in een creatieve bui. Want ik was aan het opruimen en toen hebben we de spelletjes daar gezet, maar ook het stoepkrijt. En toen dacht ik, misschien kan ik daar wat leuks mee doen. Want we hebben een gang en daar hebben we dan met wit toen wat dingetjes opgeschreven. Zo voor de grap wie de meeste poepluiers had gedaan en zo. Toen dacht ik, wat nou als ik dat gewoon weghaal en er gewoon even een nieuw sausje overheen doe. Dus ik ben begonnen met wat te tekenen. Ik ben benieuwd of jullie al zien wie wat het is. Oké, daar komt hij. Nou, het is inmiddels avond. Sergio is denk ik wel geteld een kwartiertje thuis geweest. En toen
werd er weer opgeroepen door zijn werk dat hij terug moest komen, want hij was geconsigneerd. Dus ik denk dat ik hem zelf maar af ga sluiten. Hij vond in ieder geval de tekening op de gang, in de gangkast heel tof, gelukkig. En het leuke is dat, dat ik natuurlijk als het me verveeld raakt gewoon weer lekker weg kan halen en weer wat nieuws kan maken. En ik ga hem gewoon afsluiten hier. Het was een lekkere dag. Nu begint het wel echt te regenen, dus dat is minder. Maar ik heb lekker mijn dagje in de zon gehad. Nageltjes kunnen doen. Opgeruimd. Nou, van alles gedaan. Vond je dit een toffe vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren of belletje te drukken. En dan zie ik jou heel erg graag bij de volgende vlog. Ciao!